Welkom bij Aardrijkskunde, HAVO 4, hoofdstuk 1, wereldbeeld, paragraaf 7 tot en met 10. Paragraaf 7, de samenvatting. Die hebben jullie van mij gekregen. Het verschil tussen bevolkingsdichtheid en bevolkingsspreiding is: bevolkingsdichtheid is het gemiddeld aantal mensen per vierkante kilometer. En bevolkingsspreiding geeft gewoon aan waar de mensen wonen. Zoals jullie zien is dat meestal langs de kust. Het is vaak in gebieden die vruchtbaar zijn of vlakbij of langs rivieren. In ieder geval waar de locaties gunstig zijn voor de mensen om te wonen. Zorg dat je je begrippen kent. Ik zal niet specifiek naar de begrippen vragen, maar het is handig dat het wel goed in je hoofd zit wat dit precies betekent. Goed. Inzoomen is eigenlijk altijd heel erg belangrijk, want Nederland heeft bijvoorbeeld een bevolkingsdichtheid van 386 inwoners per vierkante kilometer. Maar jullie zien dat bijvoorbeeld voor Zuid-Holland de bevolkingsdichtheid hoger is dan bijvoorbeeld voor de provincie Drenthe. Hetzelfde geldt voor Egypte. De meeste mensen wonen dus langs de rivier de Nijl. De reden is, daar is water in de woestijn, dus daar kan landbouw bedreven worden. Goed, waarom zijn sommige gebieden dus dicht bevolkt? Wat ik al zei, gunstige ligging, zoals West-Europa. Het is redelijk vlak. Het is een vruchtbaar gebied voor voldoende opbrengsten om voedsel te verbouwen. Heel vaak heeft het ook met het koloniale verleden te maken, dat mensen vlak langs de kust wonen. Want in het verleden zijn de kolonisten langs de kust neergestreken, daar een handelspost opgericht. En zodoende zijn daar de steden ontstaan. En het heeft ook heel vaak te maken met gunstige natuurlijke omstandigheden. Zoals grote delen van Zuidoost-Azië zijn vruchtbaar. Daar kan voor veel voedsel verbouwd worden. Goed, bijvoorbeeld in Vietnam. Daar is een hele erg hoge bevolkingsdichtheid. Nou, hoe kan dat? Op het plaatje zien jullie heel veel mensen rijstplantjes planten. Nou, de grond is vruchtbaar daar, het is warm, het is vlak, het is vochtig. Het is goed om veel rijstoogsten per jaar mogelijk te maken. Dus dan kan je veel mensen voeden, dus dan kunnen daar veel mensen wonen en het biedt ook veel werk. Dus de regel is, als de natuurlijke omstandigheden goed zijn, heeft dat invloed op de bevolkingsdichtheid en spreiding. Andersom geldt natuurlijk ook. Zijn de natuurlijke omstandigheden slecht, dan kunnen daar weinig mensen wonen. Bijvoorbeeld, laten we eens naar Tunesië kijken in Noord-Afrika. Je ziet, als je van noord naar zuid gaat, dan zie je in de legende aan de kleurtjes dat er dan steeds minder mensen per vierkante kilometer wonen. Nou, wat is de oorzaak daarvan en wat is de verklaring? Zulke soort vragen kunnen jullie vaak krijgen. Dus geef dan een oorzaak en geef dan een verklaring. Nou, de oorzaak is hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe droger het wordt, hoe meer je de woestijn ingaat. Nou, in het droge gebied zijn natuurlijk de omstandigheden voor de agrarische bevolking veel minder dan waar het vochtig is. Dat is dan de verklaring. Goed, migratie. Waarom vertrekken mensen en waarom gaan ze naar een ander vestigingsgebied? Nou, dat heeft te maken met push- en pull-factoren. Iemand migreert, verhuist wanneer de push-factoren in het vertrekgebied zwaarder wegen, de minnetjes zijn in de overhand, dan de pull-factoren. De pull-factoren, de plusjes, die zijn hier in de meerderheid. Dus er zijn heel veel goede redenen dat de mensen dan inschatten om een reis te maken, ondanks de hindernissen die ze onderweg tegen kunnen komen. Pushfactoren, dat kan zijn armoede, werkeloosheid, geen uitzicht op een beter bestaan. En pullfactoren, dat is het uitzicht op misschien een beter leven op werk enzovoort. Goed, je hebt verschillende soorten type migranten. We denken aan als er een natuurramp is geweest, dat is een pushfactor om te vertrekken. Dat zijn vaak ecologische migranten. En de pullfactor is dan dat er ergens anders bijvoorbeeld dan wel voedselzekerheid. Bijvoorbeeld, er is een overstroming geweest, de oogst is mislukt, er breekt hongersnood uit. En dan zijn er pullfactoren dat er misschien ergens anders wel voedsel te verkrijgen is. Ja, heel veel, een grote reden tegenwoordig is onveiligheid, een politieke migrant.
En die zoeken dan in andere landen politiek asiel. Ze hopen dus op een veiliger bestaan zonder in een land te moeten leven waar constant oorlog en verdrukking is. En de derde migranten zijn de arbeidsmigranten die door armoede en gebrek aan inkomen, dus werkloosheid, de pushfactor, op zoek gaan naar een beter betaald werk in het vestigingsgebied als pullfactor. Goed. Nou, dit kaartje gaat over arbeidsmigranten. Nou, wat is de hoofdrichting van de migratiestromen als je kijkt naar de pijltjes? Je ziet dat de mensen van arme gebieden zoals Afrika, Latijns-Amerika, Azië, dus naar rijkere gebieden gaan, zoals Verenigde Staten, Europa, Australië. De interne migratie binnen de EU is ook sterk toegenomen binnen Europa. Dat komt, de EU breidt zich steeds weer uit met nieuwe landen en hierbinnen is er dus tegenwoordig vrij verkeer van personen. En daardoor is er intern in de EU ook heel veel migratie. Nou, naast nadelen voor het vertrekgebied, dat er mensen vertrekken, zijn er ook voordelen voor het vertrekgebied, dus voor de armere regio's. Wat is dat? De migranten die dan naar de rijkere landen aankomen, maken dan heel veel geld over naar hun thuisland, naar hun familieleden die zijn achtergebleven. Dat is eigenlijk ook een soort vorm van ontwikkelingshulp. Heel veel arme landen draaien heel vaak op het geld wat de migranten dan terugsturen naar hun moederland, hun thuisland. Laten we even naar Afrika gaan. Ghana, kijk goed naar deze bron. De rode staafjes is de stad en de groene het platteland. En je ziet dat er van 1990 tot 2020, de schatting, dat de rode staafjes steeds groter worden en de groene staafjes in het platteland kleiner wordt. Nou, hoe noemen we deze getoonde ontwikkeling? Dat noemen we verstedelijking of urbanisatie. Dus mensen gaan van het platteland naar de stad toe. Dus verstedelijking of urbanisatie, de trek naar de stad. Nou, wat is de belangrijkste pushfactor achter dit proces? Dus waarom verlaten ze het platteland? Dat is de armoede op het platteland. Ze hopen op een beter leven op in de stad. Paragraaf 8. Bevolking groei. De samenvatting die jullie hebben gekregen. De twee manieren hoe een bevolking kan groeien. 1. De natuurlijke groei, dat is de geboortecijfer min de sterftecijfer. En 2. Dat is de sociale groei, oftewel de vestiging min vertrek. Dan krijg je een vestigingsoverschot. Goed, wat is de samenhang? Je kan zeggen, als je op het kaartje kijkt, hoe lager de welvaart, dus hoe armer een land, hoe hoger de natuurlijke bevolkingsgroei. En landen zoals Afrika, waar de mensen heel erg arm zijn, zie je dat de bevolkingsgroei best wel groot is. Het geboortecijfer is hoog, zoals in dit land in Afrika. Het sterftecijfer is laag. Het komt natuurlijk ook veel al, omdat in zulke soort landen grote deel van de bevolking heel erg jong is. Dat er zijn niet zoveel ouderen en dat verklaart ook een beetje dat het sterftecijfer relatief laag is ten opzichte van het geboortecijfer. Nou, laten we eens Afrika en Europa vergelijken. Nou, demografische reden. Demografie heeft met bevolkingsaantallen te maken. Dus een hoog geboortecijfer in Afrika. Bijvoorbeeld in dit land staat het op 50%. 50 promiel bedoel ik. Dus per 1000 inwoners worden er 50 baby's geboren. Dat betekent het cijfer. Nou, als de bevolking gelijk wil blijven, dan zou elke vrouw 2,1 kind moeten krijgen. Nou, in veel Europese landen is het vangingscijfer van 2,1 is lager. Toch groeit de bevolking nog. Nou, er zijn twee oorzaken voor. 1. Er is een vestigingsoverschot. Heel veel mensen van armere landen gaan richting Europa. Die vestigen zich hier.
En de tweede reden is, er zijn in deze landen toch nog veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ondanks dat het waarde van 2,1 niet gehaald wordt, is er nog steeds een groei in veel landen. Niet in alle landen, maar in veel Europese landen. Nou, laten we eens arme en rijke landen vergelijken. Waarom is het geboortecijfer dus in arme landen hoger dan in rijke landen? Nou, de reden is het verschil in leeftijdsopbouw, heb ik net al gezegd. Er zijn relatief veel jonge mensen in arme landen die dan ook weer kinderen krijgen. Verschil in opleiding. Als de opleiding slecht is, als er geen scholing is, dan is ook vaak het gevolg dat de mensen meer kinderen krijgen. Ze zijn niet goed voorgelicht. De religie is natuurlijk van invloed. Als je van je geloof veel kinderen moet krijgen, ook cultuur heeft invloed op de hoeveelheid kinderen die geboren worden. En natuurlijk zuigelingensterfte. Als er heel veel baby's jonge leeftijd sterven, nemen de mensen meerdere kinderen in de hoop dat er dan genoeg kinderen volwassen worden. En het verschil in welvaart. Als er armoede is, dan worden ook veel kinderen geboren, zodat er misschien iemand is die later voor je kan zorgen als je oud wordt. Ook in armere landen zijn sociale omstandigheden, gezondheidszorg en voedselsituatie toch wel verbeterd ten opzichte van vroeger. Maar toch, het geboortecijfer blijft nog steeds hoog. De natuurlijke bevolkingsgroei blijft dus relatief hoog. En dat komt dus, er zijn nog relatief veel jonge mensen. Demografische transitie. Nou, transitie betekent verandering. We gaan naar een demografisch transitiemodel kijken. De veranderingen in de geboorte- en sterftecijfers. In een demografisch transitiemodel vind je 4 tot 5 fases. En alle landen gaan door deze fases heen. Het Westen is ook in de afgelopen 200 jaar door deze 5 fases heen gegaan. In veel armere landen die gaan tegenwoordig wat sneller door de fases heen. Dus van een wat hoge geboorte- en sterftecijfers naar een fase van lagere geboorte- en sterftecijfers. De eerste fase is sterftecijfer en geboortecijfer is best wel hoog, maar de totale bevolking blijft laag. Op een gegeven moment komt een land in fase 2. Het sterftecijfer daalt, want de gezondheidszorg is verbeterd. Maar het geboortecijfer blijft dan nog steeds hoog. Dus de bevolking gaat groeien. Op een gegeven moment, als het land dan welvarender wordt, gaat ook de geboortecijfer dalen. Het sterftecijfer blijft ook nog steeds dalen. Maar het aantal mensen blijft dan nog steeds groeien. Op een gegeven moment komt er een kentering. Dan komt het land in fase 4. De groei stijgt niet meer zo snel. Het vlakt een beetje af. Geboorte- en sterftecijfers zijn laag. En fase 5, veel rijke landen, bijvoorbeeld Japan. Dan de natuurlijke bevolkingsgroei, dus verschil tussen geboorte en sterfte, gaat zelfs dalen. Dit heet dus het demografisch transitiemodel. Nou, je kan dat ook herkennen in bevolkingsgrafieken. In de eerste grafiek zie je dat er bovenaan dat het best wel breed is. Dat betekent dat er veel ouderen zijn. De tweede grafiek is redelijk evenwichtig qua jongeren, mensen van middenleeftijd en ouderen. En de derde grafiek zijn de meeste mensen zeer jong. Denk aan Afrika. En de eerste grafiek denken we aan Europese landen, Japan. De tweede grafiek denken we aan landen als Brazilië. En de derde grafiek denken we aan landen als Afrika. Nou, in deze twee landen, waar mensen heel erg veel oudere mensen zijn, of waar veel jongere mensen zijn, is er een demografische druk, noemen we dat. Nou, wat verstaan we daaronder? Dat is de verhouding tussen de niet en de actieve bevolking. De actieve bevolking zijn meestal de mensen tussen de 20 en 65 jaar en de niet-actieve van 0 tot 20 en 65 en ouder. Nou, in een land is de demografische druk 40%. Dat betekent dat er van de 100 inwoners er 40 tot de niet-actieve bevolking horen. Nou, dan krijg je een zogenaamde grijze druk. Al deze oudere mensen die
Kost natuurlijk ook geld, pensioenen, AOW, als het er is in uw land. En dat geeft toch een bepaalde druk, zeg maar, op de uitgaven. Dus als er veel mensen boven de 65 jaar zijn, dan kost het veel pensioengeld. Mensen die dragen niet meer bij tot de economie. Anderzijds de groene druk. Er zijn veel jongere mensen in verhouding tot de 20-65-jarigen. Die moeten naar school, die moeten dadelijk ook aan de baan geholpen worden. Dat geeft ook een bepaalde druk op de economie. Dus groene druk, grijze druk toegepast. Nou, land A heeft een economisch probleem. Als de bevolking vergrijst, steeds meer minder mensen in de actieve leeftijd, die dan voor de niet-actieve moeten zorgen. Nou, land B heeft ook een economisch probleem. Veel jongeren die moeten dus opleiding krijgen en er moet een baan voor gezorgd worden. Nou, hoe zou het demografisch het opgelost kunnen worden? Nou, bijvoorbeeld van land A zouden uit land B mensen naar heen toe kunnen immigreren. Dus de jongeren zouden naar dit land kunnen gaan. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Alhoewel, heel veel mensen zijn het daar toch niet mee eens. Omdat het vaak kansarme mensen zijn. En in onze dienstenmaatschappij hebben we eigenlijk alleen maar hoogopgeleide mensen nodig en geen kansarme mensen zonder een opleiding. Want er is eigenlijk al genoeg werkloosheid. Paragraaf 9, cultuurgebieden. De samenvatting. Cultuur, wat is dat? Ja, dat zijn de waarden, de normen, de opvattingen en de gebruiken die een groep gemeenschappelijk heeft. Dat krijgt vorm in cultuurelementen. Er zijn drie hoofdgroepen. 1 heeft te maken met verstand, taal en geloof. 2 de manier van samenleven. En 3 materiële elementen. De inrichting van een land, de bouwwijze van gebouwen, de kleding die men aan heeft enzovoort. Nou, er zijn natuurlijk grote cultuurgebieden, westerse cultuurgebieden in het gehele, orthodoxe Afrikaanse cultuurgebieden, islamitische cultuurgebieden, Latijns-Amerikaanse cultuurgebieden. Het is vooral gebaseerd op de taal die in die gebieden gesproken wordt en de religie. Nou, Australië, India, allebei vroeger een kolonie van Groot-Brittannië geweest en toch verschilt de cultuur heel erg. Hoe verklaren we dat? Nou, Australië is altijd dunbevolkt geweest met Aboriginals, is geheel door de Britten overgenomen en daarom helemaal tot het westerse cultuurgebied gaan behoren. In India is natuurlijk altijd dichtbevolkt geweest met Hindoes en dat heeft ervoor gezorgd dat het Hindoeïstische cultuurgebied behouden is gebleven. Religies verspreiden zich vanuit hun kerngebied. Het christendom vanaf Jeruzalem, islam vanaf Mekka, het hindoeïsme en het boeddhisme uit India. Het verspreidt zich vaak door verovering, door kolonialisme en door handel. Zo hebben de religies zich verspreid. Nou, in het tempo als in India vind je beide hindoeïstische en islamitische architectuur terug. Hoe verklaren we dat? India is zowel door het hindoeïsme als door het islam, door de islam beïnvloed. Goed, taal is echt het voertuig van de cultuur. Chinees is de grootste taal in de wereld, maar Engels is het meest verbreid. Hoe komt dat? Het heeft met het koloniale verleden te maken. Groot-Brittannië heeft vele delen van de wereld overheerst in het verleden, honderden jaren lang. En daarom is het Engels als voertaal wijdverbreid. Land als Ghana en vele andere kleine landen verdwijnen kleine talen. Dat komt, deze kleine talen worden verdreven door de wereldtaal als het Engels. Om met de rest van de wereld te kunnen communiceren, zijn inheemse talen niet handig en bereik je meer met het Engels. Paragraaf 10, cultuur, de veranderingen. De samenvatting. Spreiding van cultuurelementen door het koloniale verleden, vooral natuurlijk vanuit Europa. Nou, als we even kijken naar godsdienst, taal en muziek en naar drie gebieden A, B, C op aarde. In gebied A heeft Engels de inlandse talen van de Aboriginals geheel verdrongen. Gebied B is het katholiek geloof
verspreid door Spanjaarden en door de Portugezen in geheel Latijns-Amerika. Gebied C zijn veel Afrikaanse invloeden in de muziek in de Verenigde Staten, omdat in het verleden heel veel slaven vanuit Afrika richting de Verenigde Staten zijn gedwongen te verhuizen. Nou, welk gebied zal op de basis van deze kaart het meest multicultureel zijn? Is het A, is het B, is het C? Het antwoord is C, Verenigde Staten, omdat heel veel pijlen deze kant op wijzen. Dus het Verenigde Staten is heel erg beïnvloed vanuit alle delen van de wereld en zal daarom het meest multicultureel zijn. Goed, diffusie, dat is het verspreiden van een bepaald cultuurelement. Vroeger door het kolonialisme, tegenwoordig door toerisme, migratie en moderne communicatie. Een bepaald cultuurelement, zoals de muziek. Muziek bijvoorbeeld verspreidt zich over de wereld, diffusie. Ja, bijvoorbeeld rap. Dat is een vorm van culturele diffusie. Een bepaalde muziekstijl verspreidt zich over een land en later over de hele wereld. Dan krijg je op een gegeven moment de aanpassing. Als een rap zich verspreidt naar andere gebieden, dan wordt het vaak aangepast aan de lokale cultuur. En dan krijg je een cultuurvermenging, oftewel acculturatie. Dus het cultuurelement wordt dan plaatselijk aangepast. Cultuurvermenging. Op weg naar een wereldcultuur gaat de hele wereld nu echt op elkaar lijken. Een homogenisering. Mensen dragen overal spijkerbroek, mannen met pakken en stropdassen. McDonald's kom je overal tegen. Enigszins is dat zeker het geval. Anderzijds is er ook sprake van heterogenisering. In veel steden vinden we tegenwoordig heel veel culturen terug. Dat noemen we dus heterogenisering. En vaak is er ook weerstand om je eigen culturele identiteit op te geven. Denk aan de Zwarte Piet discussie. Nou, diffusie dus van cultuurelementen, verspreiding dus door kolonialisme, internationale migratie, moderne communicatie als internet, internationale handel, toerisme, bevindt zich plaats op drie schaalniveaus. Mondiaal de verwestering van de wereld, nationaal van het ene land naar het ander. En het derde schaalniveau is regionaal, van het platteland naar de stad of andersom. Nou, laten we eens naar Berlijn gaan. Carnaval der culturen, is dit nou homogenisering of heterogenisering? Heterogenisering is het antwoord. Deze vrouwen komen uit Peru. En ze hebben er is sprake van een transnationale identiteit. Ze hebben hun eigen cultuur meegenomen uit Peru, aangepast aan de Duitse cultuur. Dan krijg je een soort vermenging, transnationale identiteit. Enerzijds zijn ze wel Duits geworden en anderzijds hebben ze ook een eigen cultuur behouden. Goed. Er is tegenwoordig ook sprake van verharding, vooral binnen de islam. Die verzetten zich heel erg tegen de westerse Amerikaanse consumptiecultuur. Met tegenwoordig terroristen als Al-Qaeda en IS. Nou, als we drie gebieden ABC eens vergelijken, zijn vaak... waar zullen de meeste botsingen, de culturele conflicten zijn? Antwoord is gebied C. Dit is het overgangsgebied tussen de islamitische wereld en het zuidelijke Afrikaanse gebied, wat hoofdzakelijk christelijk is. Er zijn hier heel veel landen, heel veel stammen, heel veel plaatselijke culturen. En daar is dus de kans op het strijd het grootst. Gebied A zal er wat minder zijn, omdat het aantal culturen hier wat minder is. Er zijn maar twee grote cultuurgebieden. En land B is erg homogeen, Australië. Dus daar... is de kans op conflicten het kleinst. Helaas, dit was het weer. Bestudeer ook je lesboek en de vragen in je werkboek. Heb je vragen, dan weet je me wel te vinden. Veel succes!